Hi Ram, dit is de maandelijkse legging van de maand mei 2019. Ik heb de kaarten al voor jullie gelegd. Ik ga gelijk aan beginnen. Laat me als jullie weten wat je ervan vond. Er is een einde gekomen aan een situatie waardoor je in balans bent gekomen. In het verre verleden, ja, was je zo wat neergestoken door allerlei woorden. Door mensen die iets hebben aangedaan. Daardoor voelde je niet lekker in je vel. In het verleden ben je ook bedrogen geweest door een persoon. Daarvoor heb je nu heel veel rust nodig. Op het moment. Maar naar de toekomst ga je weer verder. En ga je met nieuwe dingen, ga je gewoon nieuwe dingen ondernemen. Dat gaat naar het positieve draaien. Je wil gerechtigheid van je omgeving. Maar je bent bang dat je weer vast gaat lopen. Dat komt door alle beproevingen die je moet doorstaan. Maar uiteindelijk ga je weer snel verder. Er zijn een aantal veranderingen aan de gaande voor jullie. Die ervaringen heb je nodig. Je hebt je levenslessen nodig, daarom die veranderingen. Als de tijd rijp is en je geheeld bent, kan je weer met de flow meegaan. Ja, dan voel je weer wat rustiger. Je innerlijke leiding is echt en betrouwbaar. Help mij alsjeblieft duidelijk te horen, te zien en te voelen en kennis te nemen van de goddelijke leiding waar ik naar gevraagd heb en om heb gebeden. Laat me mijn ego aan de kant schuiven, zodat jouw wijsheid in mij kan stromen, ter bate van mijzelf en degene om mij heen. Dus je vertrouw op je intuïtie, ja? Je intuïtie, luister ernaar. Luister ook via je oren en je hart. Want je innerlijke leiding is betrouwbaar. God en de engelen praten via je intuïtie, je hart. Nieuw project. Jouw daden zorgen ervoor dat je nieuwe idee werkelijkheid wordt. Het kan zijn dat je een nieuw project gaat beginnen. Aan een nieuw werk. Of een nieuwe studie. Er is iets waar je aan gaat beginnen. Aan iets nieuws. Het kan ook zijn dat je iets nieuws gaat ondernemen. Learn something new. Je gaat iets nieuws leren. Healing and healer. Er is een helende energie om je heen en ook rond deze situatie. Het kan zijn dat je healer bent, maar het kan ook zijn dat je healing nodig hebt. En je hebt een healing nodig rond een bepaalde situatie. Het kan zijn doordat je in het verre verleden gestoken bent door die personen. En of dat je bedrogen bent. Dat kan. Want je wil wel gerechtigheid. Dus waarschijnlijk krijg je die healing ervoor, zodat je die gerechtigheid kan krijgen. Gebed. Hoe moeilijk de situatie misschien ook lijkt, alles is mogelijk. Vraag het, wij luisteren. Dus bidden is het allerbelangrijkste voor jullie. Ram. Hoe meer je gaat bidden, zij luisteren en ze zullen je gebeden verhoren. Maar op de juiste tijdstip, op de tijdstip van het universum. En misschien niet op de manier hoe jij het verwacht. Ja? Liefde. Het hart van de liefde is het hart van creatie. Alles wordt mogelijk door liefde. Alles is een moeite waard voor liefde. Mogen de eeuwige waarheid van de liefde weerspiegelen in alles wat je denkt en voelt. Ja, liefde. Daarmee bereik je heel veel. Ja? Liefde laat je hart helen. Liefde laat de situaties helen. Als je angstig bent,
En omzet in liefde, laat dat die helen. Dus liefde is eigenlijk een helingsproces. Een, als je met liefde praat, met liefde met iedereen omgaat, dan zal je zien hoeveel liefde jij zal ervaren, hoeveel liefde jij ervoor terugkrijgt. Liefde van je ouders. Hoe dan ook, je vader en moeder houden van je zoveel als hen mogelijk is. Dus misschien heb je ouders waarvan je denkt van ja, ze houden niet van mij en ik heb geen goede band met hun. Maar uiteindelijk houden ze toch wel van je op hun eigen manier. Ja, ze zijn hier ook om hun levenslessen te leren. En het is moeilijk als kind zijnde dat te zien van ja, dat je denkt van dat mijn ouders niet van me houden. Maar ze houden wel degelijk van je, alleen op hun eigen manier. Dit is nummer 2, de boodschapkaart verlichting. Je bent een stralende ster. In werkelijkheid ben je geboren om de wereld met jouw licht te verlichten. Het moment is gekomen om je vertrouwde alledaagse pad te verlaten en jezelf toe te staan helemaal te worden wie je bedoeld bent te zijn. Bedenk dat alleen je eigen gedachten je daarvan afhouden. Het kost veel meer energie om je waarde zelf te verbergen dan om jezelf open te stellen. Deze kaart vraagt je om jezelf toe te staan, je eigen ruimte in te nemen, jezelf te openen en deze wereld te verlichten. Dus je bent die stralende ster. Je bent hier om, ja, om jouw licht te verlichten. Dus laat je licht schijnen. Wees niet bang. Wees niet angstig dat je vast komt te zitten. Wees niet bang voor al die beproevingen. Ja, wees daar niet bang voor, maar kijk, het rad gaat in de goede richting veranderen. Ja, je bent in balans. Nu. Wat in het verleden is gebeurd, dat is gewoon gebeurd. Kijk naar de toekomst, je gaat helen. Ja, je, kijk, die rust wat je pakt, je bent aan het helen. Maar je gaat wel verder, je gaat nieuwe dingen ondernemen. Uiteindelijk, ja, moet je wel beproevingen doorstaan om je levenslessen te leren, maar je gaat alweer snel weer verder. Dus maak jezelf niet angstig, laat je licht gewoon schijnen. Er is een einde gekomen aan de situatie, vertrouw op je intuïtie. Er zijn veranderingen aan de gaande, maar je krijgt ook heling. En daardoor kom je weer in de flow terecht, dus dat je weer gaat stromen en dat alles weer rustig wordt, dat je vanzelf binnen ook rustig wordt, dat je ook weer dingen kan gaan ondernemen en ook op een snelle manier. Zie je? Dus maak je. Oh ja, en gebed is ook heel belangrijk voor jullie. En zie alles in liefde, zie jezelf in liefde, zie anderen in liefde, praat in liefde, doe alles met liefde. Ja? En je zal heling krijgen. Of je zal ook je healer zijn. Ik hoop dat je wat aan mijn boodschap had. Ram. Als je persoonlijke consult wil, dan kan je dat krijgen via topconsulent onder naam Radha. Box nummer 327. Ik ben maandag, woensdag en vrijdag beschikbaar. Van 7 tot 9. Ik geef je graag inzichten en adviezen. Ik ben graag je luisterend oor. Je mag je hart luchten bij mij. Ik probeer alle blokkades op je weg weg te halen, zodat je weg goed kan bewandelen zonder enkele blokkades. Je kan op mijn mediumpagina Radha op mijn mediumpagina op Facebook, Medium Radha, kan je een persoonlijke reading krijgen en een chatconsult. En je kan me dan bereiken via de messenger. Ja? Laat me alsjeblieft weten wat je ervan vond. En tot de volgende maand. Doei doei!